Welkom. Malle Hugo, vermaningen en beschouwingen. Ik wil graag met u in aanleiding van dit boek spreken over uw neigingen tot vermaning en uw kennelijk plezier in het vermanen van andere mensen. En ook uw vermogen om boos te zijn en het ook langdurig te blijven. Want als ik die oude zaak nou één keer mag aanstippen. Ze hebben u in februari gevraagd om nou eindelijk eens terug te komen naar Groningen, waar u met zoveel treurig tamtam vertrokken was. En toen hebt u een briefje gestuurd. Ik wil wel komen. Als jullie alleen eerst mijn oude vijanden, twee hoogleraren, boven een kittig houtvuurtje willen roosteren, half naakt uitkleden en geeselen en hen daarna ophangen aan de Martini-toren. U moet er nog steeds om lachen. Ja, maar dat vonden ze in Groningen een dol idee. Maar wat mij nou echt interesseert is, u bent 73 jaar. U zou toch volgens de volkswijsheid de gave van de mildheid en de relativering en de vergevingsgezindheid allemaal gekregen moeten hebben. Ja, maar kijk eens nou, meneer, dat wordt natuurlijk allemaal aangepraat. Ik hoor al 20, 30 jaar, oh, Hermans is veel milder geworden. Ik ben helemaal niet milder geworden, maar gewoon de mensen zijn te lui om mijn kwaadaardige boeken te lezen. Tenminste, sommige mensen, want er worden vrij goed gelezen, moet ik zeggen, hoor. Maar er zijn veel mensen die ze lezen. Maar ik bedoel, dit, maar u wilt dus helemaal niet mild worden. Ja, moet je eens horen. Ik heb een ander, nou zal ik een klassiek voorbeeld noemen uit mijn boek. We hebben dus in de 19e eeuw een zeer grote schrijver gehad, Multatuli. Iedereen zegt, Multatuli, grote schrijver. Verzamelde werken uitgegeven met tonnen subsidie. Hier op een brug over het Zeel, geloof ik, een standbeeld voor die man opgericht. Ja, luister, nee, mag ik even uitpraten? Nee. Standbeeld voor die man opgericht. Wat hoorde je nu heel onlangs? Er is ergens in Osdorp, geloof ik, is een straat, die heet de Schoenderstraat. Daar heb je een tehuis voor seniele oudjes, voor mensen, demente oudjes. Hoe heet dat? Het Eduard Douwers Dekkershuis. Dus ze hebben die grote schrijver geëerd door een huis voor zielige oude mensen naar hem te noemen. Schande. Ja, god nee, maar ik bedoel, dat is toch te dol voor woorden. Je kan je toch niet voorstellen dat de Duitsers dat die zo'n tehuis, dat ze het Goethehuis zouden noemen. Dat bestaat ook niet. Of dat ze het Engelse Shakespeare House. Voor een gekkenhuisje. Dat kan nog helemaal niet. Nee, Hermans. Maar dat is Nederland en daarom heb ik een nekel aan Nederland. Ik heb niet een nekel aan de Nederlanders, want die lezen mijn boeken vlijtig. Ja. Maar aan de autoriteiten, die verzinnen dat. Maar wij hebben tegenwoordig een kabinet met een letterkundige als minister of als staatssecretaris van cultuur. U zou moeten juichen, meneer Hermans. Een letterkundige in de politiek. Aan het roer nog wel. Kijk, heeft u dus een bepaald boek van mij, genaamd Van Wittgenstein tot Weinreb, niet gelezen of niet goed gelezen. Bladzijden heb ik geschreven over Nuis. Maar kijk, Nuis, dat is merkwaardig. Ik heb een hele dikke pil van Aad Nuis over Weinreb gelezen. Nou ja, en dat is verloren moeite. Maar kijk, Nuis. Ja. Nuis dat bleek later inderdaad verloren moeite. Ja, maar Nuis is een zo domme man dat hij niet begrijpt dat andere mensen minder dom zijn dan hij. Dat is zo. Huh? En dit staatssecretariaat, nou ja, dat wordt een lachetje in de waarde. Oh jee, nog een paar weken, dan is hij weg. Maar wat neemt u nou kwalijk? Dat hij de verkeerde standpunten over Weinreb heeft opgeschreven in de jaren 60? Nee, 70, dat helemaal niet. Dat hebben meer mensen gedaan. Maar u noemt hem in deze bundel een leugenaar. In deze bundel komt hij er ook weer voor? Ja, zeker. Oh, dat wist ik niet meer. Nou ja, ik was weer vergeten. Ja, maar het is een leugenaar natuurlijk. Het is een verschrikkelijke leugenaar. Leest u niet een andere boek maar. Zou het nou zo kunnen zijn dat een man gaat zich in Weinreb, een hele controversiële figuur uit de Tweede Wereldoorlog, verdiepen. Schrijft samen met zijn, wat was het, voormalig echtgenote, dik boek. Ja. Zo'n dik boek. Groot pleidooi voor de rehabilitatie van Weinreb. Ja. En hij heeft het geloofd. Dat zou toch kunnen, dat hij het geloofd heeft? Nee, hij kan heel in het begin geloofd hebben. Maar na een tijdje geloofde hij het al niet meer. Of als hij nog geloofde, ja, dan was hij nog dommer dan ik gedacht had. Ja, de menselijke domheid die is echt pijnloos diep, hè? Bij veel mensen. En heel veel domme mensen, hoor. En juist die worden staatssecretaris. Let op mijn woorden. Juist die? Nee, niet juist die. Ja. Heeft die arme man waar jij over geschreven heeft geloofd in wat hij zei? Want die heeft 51 moorders bij elkaar. Ja, ze hebben hem wel erg veel handjes geholpen om het bij elkaar te doen. Maar hij heeft het natuurlijk gewoon gelogen. Het was niet waar. Ja, ja. Heeft hij het geloofd? Nee. Op een gegeven moment is een Hamburgse politiecommissaris heeft zich laten insluiten bij hem in de cel toen hij in Hamburg zat voor reconstructie. En toen heeft hij gezegd,
Ik heb helemaal geen moorden gepleegd. Dat heeft hij, die uitlading heeft hij gedaan. Maar ja, criminaalcommissaris Frans was zijn grote beschermer. He, ergens heeft hij gezegd, hercommissaris Frans geeft mij sigaretten, sigaren en soms zelf vuur. Dat vond hij een hele eer. Ja, dus hij, dat ongeveer was die verhouding. Laat me over die Hellekes nog één vraag stellen en dan gaan we het er niet meer over hebben. Jawel, ik wil je nog iets heel belangrijks zeggen. Maar mag ik die ene vraag, aan meneer Blauw? Kun jij een voorbeeld geven van, zou je zelf in staat zijn een verdachte op een verkeerd spoor te zetten en dingen te laten zeggen die hij niet wil zeggen? Ik zal een voorbeeld geven. Een vent zegt dat hij van een bepaalde moord daar in de buurt zijnde een verdachte heeft gezien, de dader heeft gezien. Op een afstand van pakweg 50 meter, in het duister. Hij beschrijft die vent en die beschrijft hij zo secuur dat hij zelf zegt, die man had een rode stropdas met gele banen. Kon hij allemaal zien, zei hij. Toen heb ik die man gesuggereerd, luister eens, die stropdas, hè, was dat nou niet een witte stropdas met zwarte balletjes? Heel nadrukkelijk. En toen zei hij, dan moet ik eens even nadenken. En dan heb ik het nog een paar keer gezegd. En toen zei hij, ja, nou, het zegt. Verdomd. Dat was een probeerseltje. Dat is verhoorethiek. Dat is politiemethodiek. En daar vind je natuurlijk verwerpelijke verhoormethodiek. Het is de politieman die uitgaat inderdaad van de stelling, het doel van het verhoor is een bekentenis te krijgen, terwijl het doel van het verhoor is waarheidsvinding. Hoe die waarheid er dan ook uit mogen zien. Ik ga terug naar meneer Hermans. Waar u nou prachtig, u schrijft, kijk, het boek is zeer om te lachen. Ach, gelukkig, want dat vind ik een grof taak, hoor. Maar dan maakt u zich hier bijvoorbeeld kwaad over, willen de heren misschien iets anders drinken dan water? Nee. Er komt een nieuwe editie uit van de Max Havelaar. Ja. Van een mevrouw Krets. Ja. Ketsvree. Ja. Ketsvree. En daar maakt u zich 25 bladzijden toch op zo'n buitengewoon humoristisch opgeschreven manier, maar zo onvoorstelbaar kwaad over dat die mevrouw verkeerde lettertjes gebruikt, te veel geld voor haar uitgaven vraagt. Kort, het gaat, ik denk 73. U zou over de dood, de liefde, weet ik wat al niet kunnen schrijven. U schrijft om over, de zoveelste editie van de Max Havelaar. Ja, natuurlijk. En maar dat is woest. Ja, natuurlijk. Ik lees dat boek sinds mijn 12e jaar. Dus dat is dus, nou, 61 jaar lees ik dat boek. Ja. Dan komt er een mevrouw die subsidie nodig heeft, die ongeïnteresseerd een heleboel subsidie gaat opmaken met een hele slechte uitgave van die Max Havelaar. Maar ik word niet kwaad. Ik zeg mevrouw, dat is fout. Dus als het boek nou nog eens ooit herdrukt wordt, maar dat zal niet gebeuren. Maar, en iemand anders die leest mijn beschouwing, die kan dan al die fouten tenminste verbeteren. Nu is het niet zo, mijn stuk staat waarschijnlijk niet eens alle fouten in, begrijp je wel. Maar dan wordt het toch een klein beetje beter. Kijk, u dendert 25 bladzijden over die mevrouw heen. Wel nee, ach kom, maar dat zijn maar die dingen die denken ze in Nederland. Als je me eventjes zegt, meneer, kijk eens even, uw das zit scheef of uw bril valt van die neus, dan beledig je hem al, dan dender je over die man heen. Zo. Ik dender helemaal niet over die man, over dat vrouwtje heen, nee. Het is een zielig vrouwtje. Maar een zielig vrouwtje, die denkt dat ze het beter weet dan ik, dat is dus niet zo. Wat vindt u nou erger? Wat vindt u nou erger? Een dom mens of een slecht mens? Nou, een slecht mens moet wel heel erg intelligent zijn om erger te zijn dan een dom mens. Nee? Maar dat komt zelden voor, toch? Hoor. Ik geloof dat ze eigenlijk domme mensen en slechte mensen, dat is moeilijk van elkaar te scheiden. Nee, speciaal dus op dit gebied, mijn kleine gebied, niet waar, van literaire beschouwingen waar fouten in staan, opzettelijke of niet opzettelijke. Heb jij liever met domme of met slechte mensen te maken? Nou, liever met domme mensen. Ja. Wat ik me alleen afgevraagd heb, hè. Ik ben geen schrijver, begrijp goed. Mm-hmm. En ik heb ook wel eens een dag dat je om een of andere reden verschrikkelijk de pest in hebt. Dat kan gebeuren, hè? Ik. Oké. Dan kan ik geen letter op papier krijgen. Vraag. Als ik het hele goede vraag. Als ik het nou goed beluister, dan hebt u constant, mag ik het zo even zeggen, de pest in? Ja. Is dat zo? Helemaal niet. Of lacht u zich? Dat heb ik allemaal laten bezinken. Ja. En dat heb ik dus mooi, heb ik dus allemaal, ja, bij wijze van spreken, zoals
Dat is een goede kok van een koeienlijk een smakelijke biefstuk bakt. Ja. He, dus ja. Hoe bak ik dus een biefstuk van die mevrouw? Maar als u zo... Je bent dus de hele tijd verschrikkelijk kwaad op het moment. Ja. En dan ga je gierend van de lach die mevrouw helemaal tot zes voor die grond het is heel moeilijk om zelf niet je te vergissen en zelf ook niet dat soort van. Of is het komedie? Wat komedie? Goede meneer, komedie. Dat is ook zo'n maar dat is een erg Nederlandse vraag. Dat is mijn vak. Speel je komedie? Ik ben zo. Ja, maar dat wilde ik zeker weten vandaar. Meneer Hermans, is het waar dat u op de middelbare school een lijst bijhield van medeleerlingen die domme vragen stelden? Dat is, ja, hoe weet u dat? Waar weet u dat vandaan? Uit een heel oud gesprek met u. Oh ja, ja, dat is zo, ja. Waarom? Nou, maar niet alleen leerlingen, waren ook leraren. Er was een leraar scheikunde. Die wist niet wat keramiek was. Nou, dat is toch verschrikkelijk. De leraar scheikunde, die niet weet wat keramiek is. Dat heb ik dus in dat lijstje ook gezet. Waar hebt u die fobie voor domme mensen op? Uw vader was een onderwijzer, hè? Ja. Dat zal wel niet een man zijn geweest die slordigheden dulde. Nee, hij was een zeer strenge man, ja. Maar ja, hoe was dat nou helemaal? Lijkt u op hem? Nee, helemaal niet. Want ik ben veel vrolijker, dat ziet u. Ik lach en zo. Hij was niet zo vrolijk? Nee, niet zo vrolijk, man. Nee. Was het een man die veel schouderklopjes gaf, meneer Hermans? Mijn vader was schouderklopjes? Ja. Nee, het was nooit goed. Nee. Maar u lijkt niet op hem? Nee, nou, ja, ik weet niet, een beetje wel misschien, maar niet in dit soort dingen, nee. Nee, mijn vader die las altijd met angst de krant. Wat heeft Willem nou weer voor geks gedaan? Wat staat er nu weer over hem in de krant? Oh, hij moet voor de rechter komen, want hij heeft de katholieken beledigd. Dat trok hij zich heel erg aan, ja. Of hij maakt ruzie met zijn uitgever, met Van Oorschot. Weer een proces, enzovoort. Heeft hij zich ooit in lovende zin over uw werk uitgelaten? Nou, kijk, dit is wel een beetje, moet ik een beetje opscheppen, maar toen ik tenslotte promoveerde, toen promoveerde ik cum laude. Hè? En toen was hij eigenlijk met stomheid geslagen. Dat had hij nooit van Willem gedacht. Ja. Zo was het. En was dat ook wat hij zei? Ik had het nooit gedacht? Nou, ik weet het niet. Hij heeft tegen mij niks gezegd, maar hij heeft wel eens iemand wat gemompeld, ja. Want voor die tijd, lange jaren voor die tijd, toen heeft hij wel eens tegen andere mensen gezegd, oh, ik ben toch soms zo bang dat Willem nog eens een keer met lucifers op de Dam zal staan. Dan was hij bang voor de klemmer. Maar ik was helemaal niet zo slecht of kwaadaardig. Jongen, ik spijbelde nooit of zo. Maar ja, ik had nog steeds een zeer smerig handschrift, dat had ik tegen mij. En ik maakte wel een enkele keer een huiswerk, niet zo nauwkeurig en zo. Maar verder was er niet zo paar aan te merken. Nee, Hermans, mag ik u de laatste kwestie voorleggen? Ja. Volgende week... Het is een theoretische vraag die ik u nu... Een academische kwestie dus. Ja. Volgende week wordt geopend in de gemeente Groningen... aan de Harry Mulisch Boulevard. Ja, ja. Nou, die is daar goed op zijn plaats. Daar wordt geopend de Willem Frederik Hermans MAVO. MAVO, dat is een beetje te weinig. Nou, nee, dat vind ik te laat. Nee. Gaat u niet voor de bloemen dan? Nee. Het is de Willem Frederik Hermans VWO. Oh. Nou, ook niet. Ach, maar... Het is de het Willem Frederik Hermans Gymnasium. Maar het moet eens goed horen. Ja. Dit soort eerbetoon, dat kan mij niet zoveel schelen. Als ik maar niet belasterd en beledigd word. En als de mensen mijn boek allemaal lezen. Maar of nou... Het is mij al 3 of 4 keer aangeboden. Hè, natuurlijk ook uit slecht geweten van de regering. Om een hele hoge ridderorde te geven. Hè, toen woonde ik in Parijs. Ik heb gezegd, maar wat heb ik aan dat ding? Als ik daarmee door Parijs loop. Dan denken ze, nou die meneer is zeker voorzitter van de voetbalclub of zo. Ja, wat heb ik aan zo'n ding? Niks. Nou. Verpest je pak. Ja, ja. Ook. Ja. Nee. Dus hebt u geweigerd? Ja. Beleefd laten weten. Eergisteren, hè? Heeft prins Bernhard de Erasmusprijs 300.000 gulden aan een Duitser gegeven. Als er nu iemand was geweest, hè, want wil jij de Erasmusprijs hebben? Dan daar valt over te denken. Ja, 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 ja. Vertel me dan tot slot één ding. Als u nou op 103-jarige leeftijd... Ja. Achter uw schrijfmachine definitief in slaap
gevallen bent. Ja. Midden in een boos stukje over de zoveelste editie van Multatuli's Ik hoop Max Havelaar, dat dan die ook weer niet deugde. Ja. Waar wordt u dan begraven? In Nederland? Ja, dat weet ik niet. Ik heb daar geen regelingen voor getroffen. Maar ik zal u iets vertellen over 100 jaar worden. Er is één schrijver die afgelopen maart 100 jaar is geworden. Dat is Ernst Jünger, een Duitser, een hele beroemde Duitse schrijver. Die een geweldige knokker is. In de Eerste Wereldoorlog 20 verwondingen heeft gehad. Nog niet dood. Hè? Tweede Wereldoorlog heeft hij leuk in Parijs doorgebracht als chef van de censuur. Ging met allemaal beroemde actrices, lekker eten en zo. Maar zijn vrouw, als je zo oud wordt, zijn vrouw ging natuurlijk dood. Hè? Eerder dan hij. Zijn jongste zoon sneuvelde in de Tweede Wereldoorlog. En zijn andere zoon, die wat later met een auto-ongeluk omgekomen. Je ziet dat je 100 jaar wordt, dan denk je, wat fijn, die man 100 jaar wordt. Dat is erg droevig. Alle personages uit je leven kwijtraakt. Hij blijft toch wel zo zijn eigen werk trouw, vind je niet? Ja. Je kan... Een groot compliment. Dat hoor ik nog graag. Het mag toch vooral niet goed aflopen. Mogen dat ook papier? Het loopt niet goed af. Dit is historisch wat ik hier vertel. Dat is waar. Ja, maar ik blijf maar denken dat u dat ook volkomen terecht vindt. Dat het zo met die mannen is afgelopen. Al die boeken van u. Het mag gewoon nooit goed aflopen. Maar ja, dat is ook zoiets... Kijk, gaat u nu eens in de wereldgeschiedenis kijken? Loopt ooit een drama van Vondel goed af? Nee. Gijsbert van Amstel, met schande overladen. Uitgelachen door zijn vrouw, laat hij de Amstelstad in de steek. En dat hoor je dan verder niet in het toneel, maar je weet wat ze met hem gedaan hebben met Gijsbert van Amstel. Hè? Ja. Die hebben ze in een ton gestopt, met allemaal spijkers erin. En bij Kraantje Lek van de duinen op en neergerold. Nou, dat is Vondel. Hè? Toen ik een jongetje van 14 jaar was op school, toen bestond de school 100 jaar, 200 jaar. Maar ik werd dus Lucifer van Vondel. Ik was dus luciferist, want toen was ik te klein om een hoofdrol te vinden. Dacht u dat het goed afliep met Lucifer? Helemaal niet. Ging in brand. Ja. Ging in brand, nou, ja. Sofocles. Dat heb ik ook ingespeeld. Wat wil u nou zeggen? Antigone heb ik ook gespeeld. Wat wil u nou zeggen? Alle belangrijke literatuur loopt niet goed af. Waarom niet? Omdat het menselijk leven niet goed afloopt. Het menselijk leven loopt niet goed af. Nee, een beter moment om dit gesprek te beëindigen vinden wij niet, meneer Hermans. Ik dank u zeer voor uw komst naar het verre Amsterdam. Ik hoop niet dat u erover zult treuren. Absoluut niet. Hartelijk dank, meneer Hagelt. Hartelijk dank, Jan Blauw. Dit was het. Bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week zaterdagavond. En dan gaan we weer Rembrandtplein in Amsterdam. Goedenavond.